hypotheken en taxaties, bestemmingsplannen en woningwaarden. We hebben het daar eerder over gehad. Aan de IJsbaanweg weten ze er inmiddels alles van. Maar niet alleen daar. Het gekke van de situatie is dat doodlopende straatje in het havengebied. Dat lijkt ook doorgedrongen tot in het stadhuis, de dingen die daar allemaal spelen. Vanochtend was wethouder Jeroen Diepemaat op bezoek bij Erik en Marie-Gabrielle van der Ent. Die we inmiddels de reportage hebben gehad bij jullie vorige maand. En Erik is nu bij ons in de studio. Welkom, Erik. En die reportage die we maakten met jou, die was een maand geleden. Er is sindsdien het een en ander gebeurd. Niet in de laatste plaats, omdat jullie zelf ook niet stil hebben gezeten, toch? Wat is er allemaal gebeurd? Nee, dat klopt. Het is een heel lang verhaal, een gecompliceerd verhaal ook. Dus je kunt het niet anders als tot klein stukjes terugbrengen. Mm-hmm. Wat er gebeurd is, is door alles en iedereen die hierbij betrokken zijn op dit moment heel erg in allerlei archieven en zaken gedrongen, uitgesplitst, uitgekeken, doorgelezen. Waar we achter kwamen dat er eigenlijk aan alle kanten een raar verhaal is. Maar goed, ja. Wij zijn een historisch stukje Enschede, wat op een gegeven moment door het bedrijventerrein waar het aan vast is geplakt, is ingehaald. Ja, want even, zeg maar, het is een complex verhaal. En daarom, we kunnen wel stellen dat door administratieve wijzigingen jullie huizen aan de IJsbaanweg soms tot een halve ton minder waard zijn geworden. Dat klopt. Ja. Bestemmingsplannen die soort van zijn gewijzigd, of de definitie van het woord bedrijfswoning zou zijn veranderd. Nou, best wel ingewikkeld allemaal. Maar nou is daar vanochtend de wethouder bij jullie op bezoek geweest, hè? Ja, dat klopt. Was dat zijn eigen initiatief? Nee, mijn vrouw heeft op een gegeven moment in contact met zijn secretaresse en met de planoloog van de gemeente, heeft ze hem uitgenodigd. We hadden een beetje plan getrokken en gezegd van hoe doen we het? Wat gaan we doen? En de politiek was er inmiddels al bij betrokken. Mm-hmm. En dat duurde maar. Toen dachten we, weet je wat we doen? We gaan gewoon de wethouder erbij betrekken, rechtstreeks. Ja, we hebben hem gewoon uitgenodigd. Ja, we hebben hem gewoon opgebeld en gezegd van, zou je niet eens willen komen kijken? Want dan weet je tenminste straks ook waar je het over hebt. Ja. Waren daar nog meer buren bij? Daar waren niet meer buren bij, nee. Oké. Want wat ik me ook even afvraag, is dit een probleem wat inmiddels alleen nog maar in die IJsbaan wegspeelt? Of weet jij of dit breder speelt in het havengebied? Dat weten we niet. Wat ik wel weet, is dat er toen een inspraakronde is geweest en die werd gehouden op tennis. Het clubhuis van de tennisvereniging. In 2016 hebben we het over. Ja, precies. In het Volkspark. Ja. Dat daar werd gezegd van, door wat mensen, wiens naam geblokt was in de stukken. Houden jullie rekening mee met woningen op het bedrijventerrein? Ja, ja. Kijk, als je de situatie kent en je hebt een keer op een kaart gezien, in die abstractie wat een kaart natuurlijk is, met allemaal kleurtjes, dan zie je ook hoe wij een taartpunt vormen die vanuit het haventerrein richting de stad gewoon daarin steekt. Mm-hmm. En dat is historisch gegroeid met spoorlijnen die er niet meer zijn. Oud spoorlijntje, wat vroeger naar Boekelo ging voor bedrijven. En aan de andere kant van de spoorlijn zit een woonwijk. En aan de andere kant van de Westerval zit er ook eentje. Mm-hmm. Maar wij zitten precies, dat vertelde de planoloog vanochtend ook, wij zitten precies op de scheidingslijn. We zijn ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Exact. Dus het zou kunnen dat jullie de enige straat zijn die met dit gekke fenomeen te maken hebben. Dat zou ik niet weten. Dat weet je niet? Dat weet ik niet. Ik weet wel van de wethouder inmiddels ook dat dezelfde soorten problemen ook speelden bij de Najaarsweg en omgeving. Nou ja, even, want die wethouder, wat hebben jullie dan allemaal besproken? Hoe reageerde hij op de situatie? Nou ja, gewoon als een mens. En als een politicus. Dat is maar goed ook. Maar ja. En wat zei de mens? Als politicus kunnen reageren. Maar hij reageerde ook als mens. Hij keek om zich heen. Ja. En kreeg toen voor het eerst een abstractie voor zijn neus. En toen kon hij zien hoe de werkelijkheid in elkaar stak. Hij zei ook gelijk van, god, een mooie, prachtig, mooi straatje om hier te wonen. Ik snap het wel van jullie, mooie woningen, goed onderhouden ook en zo. Ja, want even voor de luisteraar die dat niet kent. Er is een soort van spoorlijn in Enschede, die ligt op een spoordijk. De spoorlijn naar het westen. En daar ligt jullie huis aan. Ja. Maar dat maakt ook dat het een soort van heel afgesloten gebiedje is eigenlijk. Ja, het is pas als je op een kaart kijkt, dan zie je echt wat het betekende. Ja. Want de spoorlijn gaat natuurlijk naar het westen, dat deed hij altijd, op een talutje. En vlak bij ons, waar de haven was, ging er ook een spoorlijntje de andere kant op naar Boekelo. Ja. Daarachter, bedrijventerrein. Maar heeft de wethouder nou ook als politicus kunnen reageren op wat is hier nou gebeurd? Hij had zijn planoloog meegenomen en die is er ook in diep ingekropen. En die heeft alle historische uitwijkingen aan omslagen enzovoort. Dat heeft hij allemaal uitgezocht en gekeken en gewoon gezegd van, luister, dit is inderdaad een historische vergissing, maar er zijn zoveel beperkende maatregelen met het bedrijventerrein eromheen.
categorieën waar je invalt, hoe zwaar, hoe licht, wat er allemaal mag. Dus dat heeft een soort een hele rare constructie opgeleverd. Maar en dan uiteindelijk wil je ook oplossingen horen, denk ik. Want hij is de wethouder. Natuurlijk. Hij zei maar vroeger stond er ooit een regeltje in onze bestemmingsplannen waaruit bleek dat wij eigenlijk een bedrijfswoning waren, maar dat een ieder, zoals we dat vroeger zeiden, daar mocht wonen. Mm-hmm. Dus dat was de achterdeur die altijd open bleef. Mm-hmm. Maar als ze het terrein ooit nodig zouden hebben, zouden ze ons in principe de huur op kunnen zeggen, wegwezen. We hebben de huizen nodig, we kopen je uit, we slaan de boel plat en we gaan er wat anders doen. Mm-hmm. Hij zei van nou, vanochtend zei hij, ja dat klopt, dat was ooit zo, dat is eruit gehaald, die regel. En dat is gebeurd zonder rekening te houden met de belangen van de bewoners. Ja. Hetzelfde heeft een validatiebureau, wat dit probleem aan het rollen heeft gebracht eigenlijk. Ja. En validatiebureau zit tussen banken en hypotheekverstrekkers en ons in. Ja. Die moet kijken, klopt het allemaal? Die keek vroeger alleen naar het kadaster, kijkt nu naar het kadaster en bestemmingsplannen. Ja. Dus dacht ik, oeh, daar wordt het raar allemaal. En daar is het op een gegeven moment, ergens daar is het misgegaan, dat de waarde van jullie huis in één keer een stuk minder is geworden. Ja, maar de vraag is natuurlijk nog steeds voor jou en voor de andere ijsbaanwegbewoners. Ja. Ja. Kan dit worden opgelost? Want dit kan dit worden teruggedraaid? Dat het gewoon weer is zoals het was. Ze hebben niet gezegd van, de gemeente heeft vanochtend niet gezegd van, dat gaan wij terugdraaien enzovoort. Ze hebben opties aangegeven waar ook staat, in staat dat er allerlei constructies zijn te bedenken waardoor het weer hersteld wordt. Oké, okay. Heb je hoe groot is jouw vertrouwen op een schaal van 0 tot 10? De welwillendheid van de betrokken wethouder en de planologen is hoog. Hoog, oké. Okay. Ja. Dus juridisch, we moeten kijken of er juridische grond is die er, dan gaat het goed komen. Dat hopen, want het probleem blijft daarna te liggen. En hij heeft ook wel gezegd, mochten jullie ook, nadat je het zelf onderzoekt, want dat gaan we doen weer, ook naar die validatiebureaus toe, mocht je toch financieel weer in de problemen komen daardoor, laat het ons vooral weten. Mm-hmm. Want het zal ook op meer terreinen gebeuren en wij willen natuurlijk ook weten hoe zo'n probleem opgelost moet worden. Ja. En daar gaan we nu met volle kracht aan werken, zei hij. Ja, hou ons vooral op de hoogte, Erik van der Ent, bewoner aan die ijsbaanweg. En veel sterkte in die strijd.